Justitieminister Kenneth Amoksi heeft nog geen rapportage ontvangen ten aanzien van de invallen die vanochtend zijn gepleegd op het adres van Desi Bouterse en Iwan Dijksteel, de veroordeelde in de decembermoordenzaak. Vandaag, voor aanvang van de vergadering van de ministerraad, zei Amoksi niet van mening te zijn dat er sprake is van klassejustitie bij de uitvoering van het vonnis in deze zaak. Dus wat ik wel weet is dat het Openbaar Ministerie in overleg is met de raadsman, de advocaat, die degene die nog buiten zitten. Er is wel overleg met de PG, met hun advocaat. Kijk, er is overleg geweest tussen het Openbaar Ministerie en de raadsman van de heren die nog buiten zijn. En je gaat ervan uit dat wanneer functionarissen, wanneer bijvoorbeeld een advocaat van een veroordeelde overleg voert met in dit geval het Openbaar Ministerie, dacht je dus dat je hun op hun woord mag geloven. Maar dit is dus dat niet het geval. Amoksi merkt verder op geen uitspraken te kunnen doen over de advocaten van Dijksteel en Bouterse. Er is wel duidelijk contact geweest tussen de raadsmannen en het Openbaar Ministerie. Ik zie geen elementen van klassejustitie, zoals u dat verwoordt. Het is de manier hoe het vonnis is gewezen en die procedures zijn in acht genomen. Ik wil terugverwijzen naar bijvoorbeeld ex-politieke ambtsdragers die op een soortgelijke manier in het verleden eigenlijk dezelfde procedure gevolgd is. Dat er afspraken werd gemaakt met de raadsman. En dat de personen inderdaad binnengingen om hun straf te ondergaan. De politie deed rond 3 uur vanochtend de inval in de residenties van Desi Bouterse en zijn voormalige lijfwacht Iwan Dijksteel. Beide mannen worden opgespoord omdat zij zich op 12 januari niet hebben aangemeld te Santa Bomma, zoals aangegeven in hun oproep.